Geachte leden van de gemeenteraad van Hardenberg, van harte welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 18 september 2018, Prinsjesdag 2018. Ik hoop dat u heeft genoten van de rijtoer en de troonrede. En ik wil ook heel graag de mensen op de publieke tribune van harte welkom heten. Fijn dat u er ook bij bent bij onze eigen beschouwingen die we hier vanavond doen voor de gemeente Hardenberg. Ik open de vergadering met mededeling van afwezigheid van de heer Rodemond, de heer Van der Grampel en de heer Van der Wel en mevrouw Vetker. Fijn dat u er in ieder geval allemaal wel bent. De vergadering is geopend. Bij de mededeling zou ik nog een kort in memoriam willen uitspreken voor een voormalig wethouder van de gemeente Gramsbergen, de heer Gerrit-Jan Hutten, en dat doe ik van achter het spreekgestoelte. Ja, we hebben, als ik u mag verzoeken om te gaan staan voor zover dat mogelijk is, dan is dat heel fijn. We hebben bericht ontvangen van het overlijden van een oud-wethouder en voormalig raadslid van de voormalige gemeente Gramsbergen, Gerrit-Jan Hutten. Ik wil daarbij stilstaan. Geachte leden van de raad van de gemeente Hardenberg. Op 25 augustus is op 76-jarige leeftijd overleden heer Gerrit-Jan Hutten. Zoon van A. Hutten en G.W. Marsman en echtgenoot van mevrouw Tineke Jonker. Hij was tevens vader en opa. Gerrit-Jan was wethouder van de voormalige gemeente Gramsberg voor het CDA in de periode van 1996 tot de herindeling in januari 2001. Hij was daarvoor al lang en nauw betrokken bij het CDA in zijn woonplaats De Krim. Hij was bestuurslid en secretaris en vervolgens raadslid voor diezelfde partij. En naast zijn politieke loopbaan toonde Gerrit-Jan zich een sociaal-maatschappelijk betrokken man. Volgens oud-raadsleden van de voormalige gemeente Gramsbergen was hij een bijzonder plezierige persoon en zeer integer in zijn opstelling. En volgens een goede vriend van hem was hij niet een man van heel veel woorden, maar stond hij altijd klaar voor een ander. Zeker daar waar het zijn eigen familie betrof, waarin ook het nodige leed is meegemaakt in die familie. Met name zijn dochter en kleinkinderen stond hij altijd klaar. Jarenlang was Gerrit-Jan werkzaam in zijn woonplaats op het industriepark onder ons in De Krim. Wij wensen zijn nabestaanden en geliefden sterk toe bij het dragen van dit verlies. Ik vraag u een moment stilte in acht te nemen. Dank u wel. U mag plaatsnemen. Dan vervolgen wij de agenda met agendapunt 2, de actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Mevrouw Rusker. Dank u wel, voorzitter. Het schooljaar is nog maar net begonnen en nu krijgt onze fractie al zorgwerkende berichten van ouders. En deze zorgen gaan met name over het niet verschijnen, het te laat verschijnen of het te vroeg verschijnen van de taxi. Daarom hebben we enkele vragen voor de verantwoordelijke wethouder. Is het college op de hoogte dat er problemen lijken te zijn in de uitvoering van het leerlingenvervoer? En wij weten dat het een jaarlijkse aanbesteding is en dat het een verplichting is, maar wat is de reden dat er gekozen is voor een nieuwe aanbieder? En heeft het college ook zicht op de prijs- en kwaliteitsverhouding met het oog op deze kwetsbare groep? En tot slot, welke maatregelen kunnen er genomen worden om te zorgen dat het vervoer en de afspraken rondom de planning en de uitvoering naar tevredenheid verlopen? Kort, dank u wel voor de ingediende vragen. Daarvoor kijk ik voor de beantwoording daarvan naar college. Mevrouw Luiten, verantwoordelijk portefeuillehouder.
Wil ik vragen of zij in kan gaan op de vragen? Dank u wel, voorzitter. Dat is ons bekend, want de geluiden hebben ons ook al bereikt. We hebben ook al ons best gedaan om in ieder geval in één schrijnend geval te zorgen dat het vervoer in ieder geval alweer binnen normale grenzen valt. We zijn in gesprek, het is het eerste jaar van nieuwe aanbieders. En de prijs-kwaliteitverhouding, dat heeft te maken gehad met de grote aanbesteding. Dat doen we tegenwoordig regionaal. Dus we zijn overgestapt van de oude aanbieder naar de nieuwe. Dus een deel van de problemen heeft te maken met kinderziektes. Het inregelen van nieuwe ritten. We hebben wel goed gevonden dat bijvoorbeeld kinderen worden opgehaald onderweg. Maar als dat blijkt in de praktijk dat dat te lang is, dan moeten we daar naar kijken. Dus we zijn nu weer in gesprek met degene die de aanbesteding heeft gekregen. We hebben ook de real-time ritschema's opgevraagd. Dus we houden de vinger aan de pols. En we zijn ook in gesprek over hoe we kunnen voorkomen dat dat... Of in ieder geval de problemen zo snel mogelijk kunnen worden opgelost. Akkoord, dank u wel. Voldoende, mevrouw Ruske? Ja. Akkoord, dank u wel. Zijn er nog andere vragen voor de actuele vragenronde? Niet het geval. Dan gaan we naar agenda punt 3. De vaststelling van deze agenda. Kan deze... uw goedkeuring verdragen, de heer Roshoven. Ja, voorzitter, ik voeg graag een agenda toe, een motie Vreemds over de steenbreek. Wilt een motie indienen over steenbreek? Het lijkt wel een codewoord. Het lijkt mij akkoord. Kijk even de raad rond om die dan te behandelen aan het einde van de bespreekstukken. Dan maken wij een agenda punt 9. Motie Steenbreek. En u gaat hem dan toelichten. Akkoord. En dan nummeren wij de hamerstukken door. 10, 11 en 12. Paulbrug. Bestemmingsplan 13. Rondvraag. 14. Sluiting. Akkoord. Anderen nog over de agenda? Niet het geval. Dan hebben we daarmee de agenda vastgesteld. Dank. En dat brengt ons bij het spreekrecht over de agendapunten. Bij de Griffie hebben zich drie personen gemeld om in te spreken ten aanzien van agendapunt 6. Aanpak permanente bewoning en recreatieverblijven. Als het goed is heb ik de heer Douwsma genoteerd, de heer Bode en de heer Persoon. En ik zou hun achtereenvolgens willen vragen om in te spreken hier achter het spreekgestoelte. U heeft 5 minuten en er kunnen nog na afloop vragen nu worden gesteld. De heer Douwsma, zou ik u als eerste mogen uitnodigen om het woord te voeren over agenda punt 6, permanente bewoning, recreatie, verblijf. Oké, dank u wel. Geachte burgemeester en de raad. Mag ik me even voorstellen, ik ben Fred Douwsma en heb sinds kort een recreatiewoning op de stoep gelegd. Ik zou het graag met u willen hebben over de brochure die de gemeente uitgeeft voor wat betreft permanente bewoning van recreatieverblijf. Hier staat namelijk heel duidelijk, er is sprake van permanente bewoning als u het recreatieverblijf gebruikt als hoofdverblijf. Dit gebeurt op dit moment wel. Dit betekent ook dat huisvesting van student, arbeidsmigrant, tijdelijk bewoner van recreatieverblijf, in afwachting van huur- of koopwoning, niet is toegestaan, ook dat gebeurt. In de gemeente Hardenberg is het geen enkele dag toegestaan permanent wonen in een recreatieverblijf. Welk gedeelte wordt hier niet begrepen door de heer Arnhems? Als u permanent in een recreatieverblijf woont, ontneemt u de andere kans te genieten van rust, ruimte en natuur. Het permanent bewonen van een recreatieverblijf is in strijd met het beleid van de gemeente Hardenberg, de provincie Overijssel en het Rijk. Hoe verantwoordt de gemeente Hardenberg dit aan de provincie en het Rijk? Ook geldt er een overgangsregeling voor iedereen die voor 1 november 2003 permanent in een recreatieverblijf kwam. Daarvoor de staatsaanvraag. Het is nu oktober 2018. En is na 15 jaar nog steeds niks veranderd. Dus een verlengingstermijn van nog maar 4 jaar. Ben ik bang dat dat ook niet gaat oplossen. Ook personen die een recreatieverblijf in strijd met het bestemmingsplan laten gebruiken, kunnen door de gemeente worden aangeschreven.
de strijdige situatie te beëindigen. Hoe kan het dan dat de ondernemers zijn die tegen beter weten in, toch nog voor deze recreatiewoning kiezen? Als aspirant-eigenaar heb ik dit alles van uw eigen brochure, die mij gesterkt heeft in het feit de recreatiewoning op de Stoetenslag te kopen. Omdat het vertrouwen er was in de gemeente Hardenberg, wat de teleurstelling niet ervan is waar. Ook het opperen om een pilot te starten lijkt me niet echt een goed idee. Niet ieder park is identiek, onder van de tijd, energie en kosten. Een aantal woningen zijn recent verkocht aan nieuwe eigenaren. Die gaan er met goede moed tegenaan het park weer echt mooi te maken, zoals het oorspronkelijk bedoeld was om te recreëren. Ik dank u voor het aanhoren van mijn betoog. Ik hoop dat u nu de juiste beslissing neemt. Door niet te verlengen met 4 jaar en alleen recreëren en handhaven. Ja. Dank u wel. Dank u wel, meneer Douwsma. Ik kijk even rond in de kring van de raad of er behoefte is om nog vragen nu te stellen. Mevrouw Joldersma, zie ik. Aan u het woord. Ja, ik zou hier nog iets kunnen, want u hebt het over de brochure van de gemeente die destijds is gemaakt. En daar staat inderdaad het criterium van hoofdverblijf, maar er staat ook het criterium van mensen die ingeschreven zijn op dat adres. Hebt u de indruk dat de problemen vooral voortkomen uit mensen die niet zijn ingeschreven op dat hoofdadres? Ja, die indruk heb ik. Ja. Akkoord. Dank u wel voor de toelichting. Andere vragen nog voor u? Dat is niet het geval. Dan wil ik u nogmaals bedanken voor het inspreken hier. En we behandelen het onderwerp zometeen bij agenda punt 6. Ja. Dank u wel. De heer Bode. Ook aan u de gelegenheid om het woord te richten tot de raad. En ook daarna bestaat de mogelijkheid dat er nog een vraag of vragen voor u zijn. Goedenavond. Geachte voorzitter, geachte college, geachte leden van de raad. Net als op 4 september heb ik weer een verzoek tot inspreken ingediend. Dank u voor uw inwilliging van dit verzoek. De aanleiding van dit verzoek is dat naar mijn overtuiging een onvolledig antwoord is gegeven door wethouder Breukelman op een vraag aangaande handhaving op Park het Stoetenslag. Zijn antwoord kwam erop neer dat de gemeente aan de voorkant heeft gehandhaafd. Dat betekent, daar kom ik zo meteen op terug. En dat hij het niet nodig vond over de situatie van voor 2016 te spreken. Voor 2016 werd het beleid gekenmerkt door het al dan niet actief medewerken door de gemeente aan het plaatsen van sociale probleemgevallen op het park. Daar blijkbaar is dit na 2016 niet meer voorgekomen. Kom ik terug op handhaven van de voorkant. In mijn beleving betekent dat dat de gemeente mensen aanpakt die ingeschreven zijn, al dan niet als huurder of als eigenaar. Het is een vrij eenvoudige zaak om deze mensen aan te pakken, want ze hebben een bezit. Je kunt een dwangsom opleggen. In veel gevallen verdwijnen mensen dan, of houden op met het oneigenlijk gebruik van permanent wonen. Dit is een zuiver administratieve methode, is goedkoop en effectief voor de beschreven doelgroep. Dit noem ik dan het laaghangende fruit. Een enkele uitzondering daar laten heeft deze groep in het verleden weinig overlast veroorzaakt. Dan ga ik nu over naar de olifant in de kamer. De arbeidsmigranten die een enkeling daar laten veel meer overlast veroorzaken dan het laaghangende fruit. Zolang deze groep op het Stoetenslag aanwezig is, is recreatief verhuur wel haast onmogelijk en wordt de waarde van de bungalows aanzienlijk gedrukt. Ik verzoek de gemeente op korte termijn te beginnen met hard optreden tegen het illegale gebruik en recreatief gebruik te handhaven. Alleen zo kan het park gerevitaliseerd worden. Ik dank u voor uw aandacht.
Akkoord, dank u wel. Zijn er nog vragen voor de bode, als u nog even wilt blijven staan? Mevrouw Joldersma. Ja, u hebt het vooral over die groep van arbeidsmigranten. En u had het net over laaghangend fruit. Begrijp ik nou goed dat u eigenlijk zegt, laaghangend fruit zijn de mensen die bij de gemeente zijn ingeschreven. Ja. En daar is het wat makkelijker. En bij die arbeidsmigranten, die zijn niet bij de gemeente ingeschreven, maar ze wonen er wel permanent. Ik weet niet of niet eens of alle arbeidsmigranten niet zijn ingeschreven. Daar heb ik geen zicht op. Ik heb wel een wet openbare bestuur ingediend over. Maar ik kan dat geen persoonlijke vragen stellen. Alleen aantallen huisjes die bezet zijn. Ik denk zelf dat een deel van de arbeidsmigranten wel is ingeschreven. Ik denk een klein deel. 30% of zo. En een ander deel niet. Nu wil ik ook bij vermelden dat ik heb contact bij de provincie. En volgens hen, hun onderzoek, is 70% van de arbeidsmigranten in de provincie illegaal. Dus 30% is niet illegaal. Akkoord, andere vragen nog? Dat is niet het geval. En nogmaals bedankt voor het inspreken, ja, meneer Bode. Tot slot, op hetzelfde onderwerp, permanente bewoning, de heer Persoon. Ook aan u de gelegenheid om in te spreken over dit thema, permanente bewoning, recreatie, verblijven. Geachte voorzitter, college en raadsleden van Hardenberg. Mijn naam is Peter Persoon. En sinds juni van dit jaar hebben wij als gezin een bungalow gekocht op het park Stoetenslag. In onze ogen leek het een park met een rustig karakter. En ook wij zijn inmiddels tegen een aantal zaken aangelopen op het park die totaal niet kloppen. Wij dachten een recreatiebungalow gekocht te hebben op een recreatiepark. Volgens de statuten van de stichting klopt dat. Helaas, de werkelijkheid is anders. Ik ben hier vandaag om naar aanleiding van de raadsvergadering van 4 september jongstleden nog iets meer naar voren te brengen wat toen niet aan de orde was. In de vergadering van 4 september, hoe kan het dat de gemeente Hardenberg hier met een belangenverstrengeling bezig is? Eigenaren worden onder druk van boetes op permanent wonen weggejaagd en vervolgens vult dezelfde gemeente deze bungalows met bewoners met een sociale problematiek en arbeidsmigranten. En misschien onbedoeld werkt de gemeente daar door dit beleid mee dat malafide bungalowverhuurbedrijven te huren aan malafide aannemingsbedrijven en daardoor een oneerlijke concurrentie ontstaat voor de bonafide ondernemers van de gemeente Hardenberg en omgeving. Ook is in de raadsvergadering van 4 september gesproken over een gedoogbeleid. Permanent bewonen door eigenaren, de een wel, de ander weer niet, had te maken met een datum. En als slecht excuus was de verkoopbaarheid van recreatiewoningen volgens de wethouder alleen de economische crisis. Nou, ik denk dat is niet alleen de enige oorzaak, dames en heren. Want als je daar een beetje rondloopt, het lijkt wel een soort oranje stad. En dat is de reden dat eigenaren heel slecht hun huis kunnen kopen. En ik spreek uit ervaring. Ik heb 50.000 euro onder de marktwaarde kunnen kopen. Nou, het gaat over 74 bungalows. Dan mag u zelf de rekening even opmaken wat het die mensen gaat kosten. de achterraadsreden. Het pilotproject, dat gaat weer 4 jaar tijd, werd er gevraagd. Het is de afgelopen 6 jaar ook al niet gelukt. Ik hoorde ook al jaartallen noemen, 46 jaar. Heel leuk, andere sprekers zeiden het ook al, maar je gaat alles over één kam scheren en ik denk niet dat dat aan de orde moet zijn. Achtergeleden, ik vraag dan ook, gaat u de komende 4 jaar weer langs de zijlijn staan? Gaat u weer niks doen en of gaat u het heft zelf in handen nemen? Het was wel aan de orde. Ook ik ben een van die enthousiaste mensen. We willen van het park wat mooi maken. We denken zelf dat het de parel van Hardenberg is. Alleen hij dient flink opgepoetst te worden. En het liefst doen we dat met u samen.
En laten we dan gezamenlijk werken aan het herstellen van het park ooit ontwikkeld in de 70 jaren. En waar het heerlijk vertoeven is, een recreatiepark. Ik kan niet spreken voor de andere medebewoners. Maar ik ga niet de komende 4 jaar langs de zijlijn staan. Ik stel dan ook het volgende voor. Op 1 januari 2019 is er op Stoetendlag alleen bewoning van bungalows, mogelijk door eigenaren, permanent, niet permanent, daar heb ik geen bezwaar tegen, huur aan recreatie- en vakantiegasten, maar geen arbeidsmigranten meer of mensen met een sociale problematiek. Die moet u maar in uw eigen gelederen opvangen en dan pas kunt u ook mensen sociaal gaan reïntegreren. Ja, ik wil niet dreigend overkomen, maar ik ga niet die 4 jaar wachten. En dan zal ik weer teleurgesteld naar huis moeten. Mocht ik in januari weer al deze zaken aanvinden, ja, dan redt het mij niks anders om de Rijksrecherche te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de handel en wandel van de gemeente Hardenberg richting de connectie van Malafide, de bedrijven waar ze mee zaken doen. Ik dank u voor uw aandacht en wens u veel wijsheid bij de stemming. Dank u wel, meneer Persoon. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Ja, mevrouw Hof en mevrouw Joldersma. Mevrouw Hof. Dank u wel, voorzitter. Meneer Bode, dank u voor uw inspraak. Meneer Persoon, neemt u mij niet kwalijk. Ja, ja. Ik had het opgeschreven. Het is maar een naam. Nee, het maakt wel uit. Maar ik heb 1 vraag aan u. Begrijp ik u goed dat u zei tegen permanente bewoningen op ons park, wat eigenlijk wel een recreatiepark is en waar u ook als recreant een woning heeft gekocht? Daar ben ik op zich niet op tegen, maar ik ben wel erop tegen als het overlastgevende groepen betreft. Begrijp ik dat goed? Dat is correct. Dank u. Mevrouw Joldersma. Ja, u begon over de Rijksrecherche. En kunt u nog aangeven waar volgens u zo'n onderzoek van de Rijksrecherche naar voor nodig is? Nou, als u in stand houdt dat u werkt met malafide bedrijven en daar de ruimte toe geeft, dan zal iemand daar voordeel bij hebben en niet alleen dat bedrijf. Dus dan zal een onderzoek moeten uitwijzen. Akkoord, andere vragen niet aan de orde. Dan dank u voor uw inspraak en de beantwoording van de vragen. Daarmee kunnen we volgens mij het spreekrecht agendapunten afronden. Dat is akkoord. Akkoord. Dat brengt ons bij het vaststellen van de besluitenlijst, agendapunt 5 van 17 juli, de raadsvergadering 17 juli 2018. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Ook nu zie ik u geen aanleiding zien om een opmerking te maken. Dat betekent dat de besluitenlijst kan worden vastgesteld. Komen wij bij de bespreekstukken van deze avond. Te beginnen met agendapunt 6. Aanpak permanente bewoning, recreatieverblijven. Wie wil daarover het woord voeren? CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PVD. Hoe is het nu? Blijf maar bij 50+. Dan begin ik bij ChristenUnie. Mevrouw Hof. Dank u wel, voorzitter. Ja, dat ga ik wel. Van achter het spreekgestoelte. De vorige keer heb ik u omstandig lopen uitleggen waarom ik achter het spreekgestoelte ging staan toen ik niet hoefde, maar nu, ik wil dat toch wel graag. Dank u wel. Even los van de bijdrage die ik had voorbereid, naar aanleiding van de insprekers wil ik in ieder geval de portefeuillehouder vragen om wat nader in te gaan op handhaving van, ik noem het maar even, oneigenlijke situaties. Want dat staat wat ons betreft los van de pilot die de wethouder voornemens is te gaan doen. De titel van het raadsvoorstel, voorzitter, dekt niet helemaal de lading van de uitwisseling die wij over dit onderwerp in de oriënterende ronde van 4 september met elkaar hebben gehad. Het college vraagt om 4 jaar verlenging van de situatie zoals die op dit moment sinds 2012 is. Echter, wij hebben in de oriënterende ronde van 2 weken geleden van wethouder Breukelman begrepen dat die 4 jaar wel degelijk gebruikt gaan worden om, ik zal maar even noemen, bepaalde impasses te doorbreken. De wethouder zei namelijk, en ik parafraseer even, dat het huidige handhavings- en preventiebeleid niet in alle gevallen de juiste oplossing biedt, nog naar verwachting in de toekomst zal bieden. De ChristenUnie is daarom blij met het feit dat onze gemeente deelneemt aan de pilot die vanuit de provincie is aangezwengeld en dat de wethouder deel uitmaakt van de bijbehorende werkgroep. We hebben de wethouder ook horen zeggen
dat hij de diversiteit van de problemen, en dat hebben we vanavond ook weer gehoord, onderkent. En hij merkte daarbij op dat één beleid niet effectief is en dat het dus vraagt om differentiatie, met andere woorden maatwerk. Wij steunen daarom dit raadsvoorstel met de kanttekeningen dat de oplossingen die na de pilot worden geformuleerd daadwerkelijk toekomstbestendig zullen zijn, niet generiek, maar inderdaad op maat gesneden zijn. Deze raadsperiode, dat betekent voor 2022, hun beslag zullen krijgen en breed gedragen worden door de betrokken partijen. Hoogstwaarschijnlijk ten overvloede, maar toch geven wij de wethouder tot slot nog mee dat we het belangrijk vinden dat de provincie goed wordt meegenomen en dat het hem zou kunnen helpen bij andere gemeenten en provincies die zich al wat langer met deze materie bezighouden, te raden gaan. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan Brabant en Drenthe. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. CDA-fractie, mevrouw Joldersma. Voorzitter, dank u wel. Ja, op zich zijn we als CDA-fractie, kunnen we ons wel vinden in het voorstel om voor die groep van mensen waar het raadsvoorstel over gaat, dat zijn namelijk de mensen van voor 2012, die staan ingeschreven bij de gemeente op dat adres, om daar nog die 4 jaar verlenging voor toe te kennen. Maar tegelijkertijd, en dat werd ook wel weer heel duidelijk door de insprekers van vandaag, is de problematiek van de permanente bewoning van recreatiewoningen is natuurlijk veel breder en veel omvattender. Ook in de oriënterende ronde hebben we dat al met elkaar gedeeld en met de insprekers die er toen ook bij waren. Ik hoef eigenlijk al die voorbeelden van toen niet te herhalen. Maar wat heel duidelijk is, en dat kwam ook net weer naar voren, is dat er een groep is van na 2012. Er is een groep na 2012 die niet is ingeschreven bij op dat adres. Nou, we hebben het net al gehad over de arbeidsmigranten. We hebben het gehad over de mensen die vanwege bijzondere problematiek door de gemeente op parken worden geplaatst. Steeds komt ook weer dat, terug het issue van de handhaving. Nou, als je kijkt naar hoe er over handhaving wordt gesproken, dan zegt de een van er is te weinig handhaving en dat leidt tot verloedering. En de ander zegt juist er is te veel handhaving en daarom gaan mensen niet investeren in hun woning en daarom ontstaat de verloedering. Dan hebben we een jaar geleden nog dat rapport gekregen over de verblijfsrecreatie, die ook allerlei andere interessante bevindingen aangeeft over hoe het met onze verblijfsrecreatie is gesteld. En voor het CDA brengt ons dat tot de conclusie dat we zeggen, ja, er is gewoon een herijking van dit beleid nodig. Nou, zoals net ook al door de ChristenUnie aangegeven, heeft de wethouder daar ook wat ruimte voor gegeven. Hij wil daarvoor die pilots doen. Nou, dat lijkt ons een goed idee om ook bij de provincie wat meer bewegingen te creëren. Daarnaast heeft hij aangegeven, ik wil wel met bewoners en met eigenaren in gesprek. Maar als we dat bij elkaar optellen, dan zijn we op zich blij met die toezeggingen. Maar vinden we het allemaal nog wel een beetje lang duren. En vinden we eigenlijk dat we er nog niet goed mee uit de voeten kunnen. We hebben dat net ook weer gehoord. We moeten niet 4 jaar gaan wachten. Het kan ook niet zo zijn dat we eerst de pilot doen en dan resultaten. En dan pas gaan nadenken van hoe we dat beleid eigenlijk moeten herijken. We zouden daarom het college en een bijzonder de wethouder willen oproepen om die herijking van dat beleid wat eerder klaar te hebben. Dat hoeft toch niet 4 jaar te duren. Wij zouden dat het liefst zien dat het binnen 1 jaar kan. We zien daar ook goede redenen toe. Want het is vorige keer ook aangegeven door de mensen van Stoetenslag. En nu weer. Kom snel tot de aanpak van de verloedering. Ik heb het ook gehoord bij de bewoners van Moskou die zeggen, we hebben hier ook een aantal mensen van over de 80 onder ons bewonerbestand. Mensen met afnemende gezondheid. Die kan je toch niet 4 jaar in onzekerheid laten wachten. We zouden daarom de wethouder willen verzoeken. Kom sneller tot een herijking van het beleid. Volgens ons moet dat eigenlijk wel kunnen binnen 1 jaar. Maar misschien kan de wethouder aangeven hoeveel tijd hij daarvoor nodig heeft. En tegelijkertijd zouden wij willen oproepen, pak de quick wins die je op dit moment al kan realiseren. Er zijn net voorbeelden geweest bij Stoetenslag. Hoef je geen jaar meer over te wachten tot het hele beleid is herijkt. Aanpak is eerder nodig als het in de lijn is van waar je naartoe wilt groeien. Komt misschien nog een omgevingsverordening waar we kunnen voortbeduren op de ruimte die provinciaal al wordt geboden. Dus wij zouden het van harte toejuichen als in de komende tijd direct ook die quick wins worden gerealiseerd. Akkoord, dank u wel voor de bijdrage van de zijde van het CDA. Ik ga naar de fractie van GroenLinks, de heer Boshoven. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is wel duidelijk, het is vanavond weer duidelijk, dat was het ook in de oriënterende ronde, dat de problemen dusdanig verschillend zijn dat hier absoluut maatwerk nodig is. En in de beantwoording van de wethouder destijds kwam ook wel, de huidige wethouder, maar in de vergadering van toen, kwam ook wel naar voren dat hij zeker bereid is om met maatwerk naar deze problemen te gaan kijken.
Daarbij willen wij wel graag aangeven dat dit wel zorgvuldig moet. Dus zorgvuldigheid wat ons betreft boven snelheid. Juist omdat de problemen echt uit elkaar liggen. In sommige gevallen zijn ze ernstiger dan in andere gevallen. In sommige gevallen is een andere aanpak gewenst dan in andere gevallen. En verder willen wij inderdaad ook graag de pilots zien. In de samenwerking met provincie, met andere gemeenten, maar ook zeker met de bewoners van de vakantieparken. Want hoe ze ook tegen de problemen aankijken, het is wel duidelijk dat ze allemaal graag betrokken willen zijn en betrokken willen blijven in het proces. Wij wensen het college veel succes met deze 4 jaar, om in de 4 jaar tot een passende aanpak te komen en deze problemen te verhelpen. Akkoord, dank de VVD-fractie bij monden van de heer Gelling. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had wat dingen opgeschreven in mijn boekje. Overigens gekregen van recreatiepark Het Hoge Holt tijdens ons bezoekje van afgelopen vrijdag. Goed toepasselijk, maar bij de vorige spreker heb ik mijn onderwerpen bijgehouden, weggestreept. En er blijft eigenlijk bijzonder weinig over om nog aan te vullen. Interessant is in het voorstel dat u het heeft over de bewoners van recreatieparken, terwijl we gezien hebben bij alle insprekers dat die niet bestaan. Het probleem zijn, zoals ook aangegeven door eerdere sprekers, bijzonder divers. En u moet oppassen dat de oplossing voor dit probleem niet uniform wordt. Immers, maatwerk, het is veel gezegd, is hier aan de orde. Interessant ook dat u het heeft over oneigenlijk gebruik. De vorige sprekers refereren daar ook aan. Dat is eigenlijk heel merkwaardig, want zowel de gemeente staat permanente bewoning niet toe, waar we het hier over hebben, maar ook de verschillende parkreglementen niet. Toch gebeurt dat laaghangend fruit. De inspreker zei het al, u zou daar heel snel mee aan de slag moeten. Maar er blijft ook een groep over waar we het al heel lang ook over hebben en waarvan iedereen ook hier zo langzamerhand, voel ik dat wel, een kleine kentering heeft. Ja, we moeten toch voor bepaalde groepen van mensen ook wel een uitzonderingspositie durven maken. Legaliseren daar waar nodig. Want in Moskou hebben we vandaag niet gehoord, maar de vorige keer heel uitgebreid. En het stoetenslag. De problemen zijn heel divers. U moet zorgen voor een oplossing die even divers is en voor maatwerk zorgt. Klaas Belangenbergentijm heeft daar heel duidelijk over aangesproken. Ik denk dat dat een goede bijdrage is geweest. De VVD-fractie zou het in ieder geval heel vervelend vinden, voorzitter, als we over 4 jaar hier weer staan. Maar dan vieren we het 50-jarig jubileum van een van uw bewoners die er al 50 jaar woont. En kennelijk ieder jaar een brief ontvangt dat dat niet mag. Nou, dat moet ik afgelopen zijn. Dus maatwerk en we hopen dat u daar snel mee in de slag gaat in samenwerking met de gemeente, samenwerking met omliggende gemeentes ook, maar ook met de provincie. En we hopen dat u dat binnen de 4-jaarstermijn doet. 2 jaar heb ik van de dames in opdracht gekregen, net is wat de VVD voorstaat. Nou, in ieder geval binnen deze raadsperiode moet u deze zaken wat ons betreft afwikkelen. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. De fractie van Op Koers, ben nu mevrouw Kelder, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Permanente bewoning recreatieparken. In de oriënterende ronde hebben we een aantal parken gehoord en de brieven gelezen. En ook nu vanavond weer een aantal mensen die hebben ingesproken, ook over hun park. Er zijn verschillende argumenten voor en tegen permanente bewoning naar voren gekomen. Voor ons is wel duidelijk geworden dat elk park zijn eigen behandeling nodig heeft. Dus maatwerk. De verlenging van 4 jaar op de 6-jaarsregel, daarmee kunnen wij akkoord gaan indien deze tijd gebruikt wordt om het maatwerk te leveren wat nodig is per park. Ik ga er dan ook van uit dat we over 4 jaar hier niet weer hoeven te staan. Dank. De fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Jonkhans. U klonk heel streng, mevrouw Kelder. Ik was even onder de indruk, vandaar dat het even duurde. Ja. Het woord is aan de heer Jonkhans. Dank u wel, voorzitter. 4 jaar verlenging is lang als je in ogenschouw neemt dat er wat moet gebeuren op dit dossier. Gebruik daarom de tijd om tot een maatwerkoplossing te komen voor de bedrijven, maar ook voor de personen die het betreft in deze sector. De bijdrage van de insprekers gaven dat ook aan. Zowel die van vandaag die pleiten voor een bestemming als park, waarvoor het uiteindelijk bedoeld is, als ook de insprekers van de oriënterende ronde uit Moskou, die weer geheel andere wensen hebben.
Dus maatwerk is, het is al eerder gezegd en valt daarmee ook in herhaling, maar desalniettemin, het is wel waar, maatwerk is hier het credo. Wees daarbij wel alert op neveneffecten, zoals ook plaatsing van personen met sociale problematiek. Meneer zei al van handhaven en... maar ja, waar blijven die mensen dan? Je wil ook niet dat het zich daarop ontnomen wordt. Dus ook daar zal een oplossing voor moeten komen. Evenals voor de oplossing voor arbeidsmigranten. En creëer daar lokaal of desnoods regionaal een oplossing voor. Als de tijd daarvoor gebruikt wordt, dan moet dat deze periode van 4 jaar ruim voldoende zijn. En als daar dus aan voldaan wordt, dan kunnen we ook instemmen met dit voorstel. Maar dat horen we graag van de wethouder. Dank u wel. Dank voor de bijdrage tot slot van de fractie van de Partij van de Arbeid. Daarmee is de eerste ronde geweest en zou ik het woord willen geven. Sorry, 50 plus, ja, neem me niet kwalijk. Het woord is aan de fractievoorzitter van 50 plus. Dank. Dank u wel, voorzitter. Wij zijn van mening als 50 plus Hardenberg dat wij de komende tijd moeten besteden aan maatwerkoplossingen voor alle parken apart. Wel willen wij graag aandacht vragen voor de arbeidsmigranten die momenteel op de parken verblijven, dat hun veiligheid in ieder geval en ook van de mensen die er wel recreëren gewaarborgd is. Ja, en verder is alles voor mijn voeten weggemaakt, dus ik wil het hierbij laten. Kort, maar krachtig. Toevoeging van de fractie van 50 plus en excuus dat u in mijn hoek zat. Eerste ronde daarmee gehad. En daarmee kijk ik naar het college in de richting van de heer Breukelman voor de beantwoording van de vragen die er nog zijn. Ik constateer in zijn algemeenheid steun voor het voorstel dat er ligt, maar toch wat vragen over de termijn en zeg maar de snelheid waarbinnen zaken geregeld zouden kunnen worden of moeten worden. Maatwerk is genoemd. Verzoek of u daar nog op in wilt gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Boven een drietal vragen die nog overgebleven zijn. Het sleutelwoord is volgens mij bij iedere bijdrage vanuit uw raad wel geweest maatwerk. Maatwerk voor de verschillende problemen die ook vandaag zijn vanuit de hoek van het toeterslag nog eens duidelijk zijn benadrukt. En wat ik eigenlijk hoor in uw bijdrages is zeg maar de stap naar dat twee sporen beleid. Aan de ene kant kijken naar de problematiek vanuit het verleden, waar we met die 6 jaar termijn iets hebben gevonden van dat permanent wonen. En aan de andere kant kijken hoe kun je nou op parken waar dat wonen, ook met arbeidsmigranten, met overlast, dat allemaal schaadt zeg maar, aan de recreatieve waarde, waar kun je daar wat aan doen. Hè? Dat zijn eigenlijk de twee problemen die hier zowel in de oriënterende ronde als vandaag op tafel zijn geweest. En laat ik heel helder zijn. Voor die periode na 2012 hebben we moeten handhaven. Willen we handhaven. Dus ook nu willen we handhaven. Dus die lijn wil ik ook nu gewoon voortzetten. En dat is ook waardoor de insprekers om gevraagd wordt. Ik ben vorige week op een onbewaakt moment op toetslag geweest. En het lijkt me ook goed, pilot of geen pilot, dat we op korte termijn daarover eens met elkaar in gesprek gaan. Dat heb ik ook 2 weken geleden hier in deze zaal toegezegd. Er worden ook een aantal vragen gesteld. CDA begint er ook over de snelheid, wordt zelfs geopperd over termijn van 1 jaar. En daarbij, voorzitter, hecht ik er wel aan om te melden dat het beleid zoals we dat nu hebben, het beleid is zoals uw raad dat altijd heeft vastgesteld bij iedere keer dat dit onderwerp hier op de agenda is geweest. Zo ook in 2012. En dat wil zeggen dat wij nu dus gewoon handelen volgens het bestaande beleid dat er is. Wat nu voor ligt is het raadsvoorstel. Daarin zeg ik van nou, laten we voor die categorie, voor die periode van voor 2012, nog 4 jaar verlengen. Dat heeft bij u blijkbaar wel dusdanig geprikkeld om ook te zeggen van nou ja, we moeten ook nu een keer naar een herijking van het beleid. Daar ben ik het mee eens. Dat is ook mooi. Dat is denk ik de enige oplossing om uit die impasse te komen. Dat we niet over 4 jaar hier weer staan om maar weer te verlengen. En dan weer stilzwijgend naar een vervolgmoment in de toekomst gaan. Maar, ik zeg daar ook bij, voorzitter, we gaan daar ook andere overheden bij nodig hebben. De provincie, die participeren ook in die werkgroep. U geeft vanavond eigenlijk aan van, joh, wij willen een verandering van het beleid.
dan zou ik wel de oproep willen doen, geef mij ook even tijd en ruimte om daaraan te werken. En het lukt mij niet om binnen een jaar alles maar in kannen en kruiken te hebben, de uitwerking van de pilots te hebben, de provincie aan mijn kant te hebben. Die hebben over een half jaar nog hun eigen personele verversing, zou ik maar zeggen, in maart ergens, geloof ik. Dus dat zijn allemaal dingen die meespelen. De urgentie die u benadrukt, die erken ik, herken ik en erken ik. Daar wil ik ook mee aan de slag. Ik zie het ook in die zin als een ambitie om zo snel mogelijk met oplossingen te komen. Maar ik heb wel, zou wel moeite mee hebben als u mij daarmee voor een jaar, zeg maar, al vastpint. Dan zou ik wel heel vast in de tijd komen te zitten. Dus dat als reactie op het tijdspadverhaal. En daarmee heb ik denk ik ook de vragen beantwoord. Zowel die van mevrouw Hof als mevrouw Joldersma. Volgens mij ook daarmee. Maar ik kijk even rond. De reactie van de wethouder is er behoefte om te reageren. Mevrouw Joldersma in tweede instantie en de heer Jonghans. Mevrouw Joldersma. Voorzitter, dank u wel. Ik kan me voorstellen dat de wethouder even tijd heeft om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. En de provincie, daar komt natuurlijk ook een nieuw provinciebestuur, dus dat gaat ook allemaal tijd zetten. Maar kunt u ons enig inzicht geven van hoe u verwacht dat dat tijdspad verder gaat lopen? En daarnaast hadden wij een vraag gesteld over quick wins. Het zou wat jammer wezen wanneer u bezig bent om die herijking van het beleid te ontwikkelen, want eigenlijk is onze oproep: hou niet op met denken, begin nu alvast met denken van hoe het in de toekomst zou kunnen. Want tuurlijk moeten we verder op de lijn die we hebben. Maar tegelijkertijd moet het denken niet stilstaan om te denken aan het nieuwe beleid. Maar er zijn hier ook al wat oproepen geweest van als je helemaal niets doet en we zitten over 4 jaar hier weer, dan zijn we nog niet opgeschoten. En sommige dingen die zijn misschien helemaal niet zo ingewikkeld, maar die zijn vrij makkelijk op te lossen. Dat wij hebben dat net quick wins genoemd. Bent u bereid om in die quick wins dan te kijken? Als er nou de oplossing voor iedereen helder is, en niemand is daartegen, om dan die oplossing door te zetten. Even inventariseren, de heer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja. Als één ding vanavond wel duidelijk is geworden wat de raad vindt, is dat er maatwerk zou moeten komen. En het verbaast me dan ook dat de wethouder begint met er moet een tweesporenbeleid komen. Een ander ding wat me ook duidelijk is geworden is er is overcapaciteit in deze branche. Er zijn grote kwaliteitsverschillen. En er is zelfs de vraag als je die zaken combineert, of er niet nog een derde smaak is, namelijk saneren van bepaalde parken. Dus ik zou toch willen oproepen om niet twee sporen te hanteren, maar meervoud van sporen. Ik kijk anderen nog, dat is niet het geval. Even naar de wethouder, de heer Breukelman in tweede instantie. Ja, om even te beginnen met de heer Jonkhans, Partij van de Arbeid, mee eens. Misschien had ik niet moeten zeggen twee sporen, maar we hebben te maken met twee problematieken. Namelijk de oude permanente bewoning van voor 2012. En de problematiek zoals die bijvoorbeeld op toetslag is, met verpaupering, verloedering. En daar zouden allerlei oplossingen uit kunnen komen. Waar saneren hoort, kan er ook bij horen. Ja, dus zeker openstaan voor al die oplossingen. Dus die indruk die heb ik ook willen wekken, maar dat was er misschien bij u niet helemaal overgekomen. Mevrouw Joldersma, quick wins, mee eens. Ik heb ook de vorige keer toegezegd dat ook voor parken die niet in de pilots komen, dat ik daar wel mee in gesprek wil op korte termijn. Om te kijken waar laten wij in de handhaving nog wat liggen, waar kunnen we daar mee doen. Als het ons lukt om met de provincie eerder stappen te maken in als het gaat misschien over iets van tijdelijk wonen of dat soort zaken, nieuwe concepten. In die zin speelt er van alles in het land wat dat betreft. Ga ik daar zeker mee aan de slag. Alleen zou die 4 jaar wel willen laten staan. Omdat ik het niet eerlijk zou vinden om de verwachting te wekken dat het binnen nu 1 of 2 jaar allemaal maar opgelost is. En door dit nu vast te stellen, want het raadsvoorstel gaat even over die categorie van voor 2012. Geef je de mensen wel even weer een aantal jaar. In ieder geval de zekerheid dat er in die periode niet gehandhaafd wordt. Maar uw oproep om zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan. Daar heb ik volgens mij ook de vorige keer van gezegd dat ik daar zeker mee aan de slag wil. Akkoord, dank u wel. En als u zegt er wordt niet gehandhaafd, dan doelt u op die hele specifieke doelgroep van mensen die een gedoogbeschikking hebben. Want de handhaving vindt wel degelijk plaats ook op die andere plek. En volgens mij is dat daarmee ook een deel van de vragen beantwoord. Omdat dat ook gewoon doorgaat. Akkoord. Mag ik het voorstel in stemming brengen?
Voor ons ligt raadsvoorstel aanpak permanente bewoning recreatieverblijf. En ik vraag aan uw raad, kunt u instemmen met het voorstel? ChristenUnie-fractie voor, CDA-fractie voor, GroenLinks voor, VVD-akkoord, Koerspenu akkoord, Partij van de Arbeid akkoord en de fractie van 50PLUS akkoord. Dank u wel. Daarmee is het voorstel aangenomen. Brengt ons bij agenda punt 7. Voortzetting programma Ruimte voor de Vecht. Voor behandeling van het voorstel meld ik nog even dat er een kleine textuele wijziging is doorgevoerd. Dat was naar aanleiding van de discussie volgens mij vorige keer in de oriënterende ronde. Die is verwerkt in de stukken. Wie mag ik het woord geven? Is er behoefte om over dit voorstel te spreken? CDA-fractie en ChristenUnie-fractie. CDA-fractie, de heer Nijhoff. Dank u wel, voorzitter. De voortzetting van het programma Ruimte voor de Vecht is een overeenkomst tussen veel partijen. Het effect van het te nemen besluit is dat Hardenberg deel blijft uitmaken van het netwerk en mee kan blijven sturen aan de ontwikkelingen. In de OR van 14 dagen geleden was de verwoording van de doelstellingen punt van discussie. De voorzitter ging daar net op in. CDA is content dat deze nu zijn aangepast in overeenstemming met het oorspronkelijke masterplan van 2009. De wijziging van de voortzetting zit hem met name in de terugtrekkende rol van de provincie. Zowel de rol van regisseur, de consequenties daarvan vinden we terug in het raadsvoorstel, maar ook op het gebied van de financiering van een groot deel van het programma stopt de provincie. Met name op dit gebied heeft het CDA vorige keer haar zorgen uitgesproken. Het is jammer dat er geen enkele indicatie is van toekomstige investeringen. Eén ding is zeker, dat ook van de gemeente Hardenberg een grotere financiële bijdrage verwacht wordt. Die zullen we dus als gemeenteraad de zijner tijd ontvangen. Voorzitter, ik wil nog twee opmerkingen maken. Ten eerste gaat het CDA ervan uit dat de wethouder zich, conform zijn uitspraak van 2 weken geleden, houdt aan het 4 overeind houden van de uitgangspunten over natuur inclusieve landbouw, zoals die ook in het coalitieakkoord zijn opgenomen. En ten tweede maak ik toch de opmerking opnieuw dat het CDA vindt dat ecologische duurzaamheid en financiële duurzaamheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat er een versterkende impuls uit mag gaan voor de sociaal-economische situatie voor alle economische draagers in het gebied en dat waterveiligheid, natuur, water, recreatie en landbouw allemaal de versterkende impuls ervaren. Daar ligt een ambitieuze opgave. En mede op basis van de brede deelname steunt het CDA het voorstel. Akkoord, dank. Fractie van de ChristenUnie, mevrouw Hof. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, uit de beantwoording van, door de portefeuillehouder van de vragen die de Raad in de oriënterende ronde van 4 september aan hem heeft gesteld, heeft de ChristenUnie 3 belangrijke dingen opgemaakt. Het destijds met de partijen, inclusief de provincie, ingezette programma was nog niet helemaal afgerond. En voortzetting ervan, maar nu zonder de regierol door de provincie, komt door middel van deze kerngroep tot stand. En dat betekent dat er afhechting van het hele programma daarmee ook in zicht komt of blijft. De kerngroep bredere belangen en dus ook de regionale opgave, al of niet wettelijk vastgelegd, en samenwerking op het oog heeft. En dat betekent samenwerking in het kader van natuur, economie, agrarische ondernemers, toerisme, waterveiligheid, alles wat daarbij komt kijken. Dus het is ook een brede scope. En de doelstellingen van het programma Ruimte voor de Vecht blijven overeind. Daaraan toevoegend, en meneer Nijhoff refereerde ook al even aan de financiële kant van de zaak, dat het college voor investeringsvoorstellen sowieso terug moet naar de raad. Als die aan de orde komen, kunnen wij instemmen met het voorliggende raadsvoorstel. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Dan ging ik in de richting van de wethouder, heer Ter Rietstap. Er zijn niet veel vragen gesteld. Ik dacht, dat is een vraag van de fractie van de Partij van de Arbeid over de natuur-inclusieve landbouw, dacht ik. Wat heeft u een opmerking gemaakt? Ik weet niet of het een opmerking was. Kijk ook even naar de heer Nijhoff of dat er nog een vraag in besloten lag. Nee, dat was een opmerking. Nee.
Dat is een opmerking. En als de wethouder zich daar niet aan wil gaan houden, moet hij dat nu kenbaar maken. Blijkbaar doet het ergste vermoeden. Want, nee, akkoord. Dan is het niet nodig om daar nog discussie over te hebben. Dank in ieder geval. De wethouder voelt verder ook geen behoefte om te reageren. Dus dan kunnen we het voorstel in stemming brengen. En dat wil ik hierbij graag doen. Maar volgens mij, andere fracties hebben niet aangegeven daarover te willen spreken. Mag ik dan ook concluderen dat u kunt instemmen met het voorstel zoals het voor ligt? Algemene stemmen van de aanwezigen hier is dit voorstel aangenomen. Akkoord, dank u wel. Agenda punt 8. Benoeming schaduwfractieleden. Het is een bespreekstuk, maar het is een stuk van de raad zelf. Wie wil daarover nog het woord voeren? Mevrouw Kelder. En de heer Stelpstra. En de heer Brink. En de heer Jonkhans. En de heer Boshoven. Begin ik bij de heer Boshoven. Ik begin bij u. Van achter het spreekgestoelte. Ja, dank u wel, voorzitter. U kunt zich voorstellen wellicht dat ik als kleine fractie erg blij ben met het voorliggende voorstel. Maar ik ben ook erg blij voor de grote fracties dat zij straks een steunfractielid kunnen installeren. Naar wat ik hoop. Het is namelijk ontzettend belangrijk dat wij de mensen die ieder jaar als de verkiezingen zijn betrokkenheid tonen, dat wij die betrokkenheid ook kunnen vasthouden. En door zo'n formelere functie te geven, kun je dat heel goed doen. Daarbij maakt dit voorstel ook dat je mensen binnen je fractie kunt opleiden, zodat, mocht het nodig zijn, dat zij een plek kunnen innemen, mocht een raadslid onverhoopt de 4 jaar niet kunnen volmaken. Eigenlijk kun je het vergelijken bij het Nederlands elftal. Als de doelman daar geblesseerd raakt, is het ook fijn als je een tweede keeper op de bank hebt zitten. Dus eigenlijk geldt dat hier ook. Dit gaat over de stabiliteit van onze raad. En ik vind het een heel goede zaak dat wij steunfractieleden krijgen die ook mee kunnen draaien in de oriënterende ronden. Daarbij vind ik het ook een passende beloning voor alle inzet die deze steunfractieleden tonen. We zijn hier altijd. Zonder deze steunfractieleden kunnen zeker de kleine partijen, maar ook de grote partijen, hun werk niet zo goed en zo efficiënt doen als we nu kunnen. Dank u wel. Akkoord, dank voor de bijdrage van GroenLinks. Mevrouw Kelder, op koerspunt nu. Dank u wel, voorzitter. Benoeming fractieschaduwleden. De fractie van op koerspunt nu heeft bij nader inzien geen amendement gemaakt. Waarom niet, zult u zich afvragen. Je was toch tegen? Ja, inderdaad. Maar wij willen niet de kleinere partijen in een lastig pakket brengen. En we hebben in de oriënterende ronde al gehoord hoe het bij de verschillende partijen ligt. Dan zal het indienen van een amendement niet het gewenste effect geven. De grotere partijen onder ons hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De kleine ook wel, maar dit gaat over hoe en wanneer de functie van een schaduwfractielid ingezet kan worden. Daarbij realiseren wij ons dat de kosten voor een schaduwfractielid, die alleen in de oriënterende ronde zitting kan nemen, wanneer een raadslid niet aanwezig kan zijn, waarbij het niet vaak voor zal komen dat er parallele sessies zijn, dat is dan de reden dat wij denken dat er weinig gebruik van zal worden gemaakt van deze regel. Wij als grotere fractie kijken daarbij naar de kosten, het effect en het nut ervan. Alleen, zoals wij de vorige keer al melden, alleen een 1- en 2-mansfractie die gebruik willen maken van een schaduwfractielid, vinden wij oké. Akkoord, dank u wel. De heer Stelstra heeft vragen nu. Mevrouw Kelder. Ik zie dat u het helemaal richt op het deelname aan de oriënterende ronde. Ik vind dat toch een smal kader die u geeft aan een schaduwraadlidmaatschap. En wij zien het als de ChristenUnie, zien het toch als een wat breder kader. Iemand wordt opgeleid, iemand heeft ook een vertegenwoordigende functie in de gemeente. In de media wordt veel gesproken over de intensiviteit van het raadswerk. Zo iemand kan je ook verlichten. Dus wij zien het echt als een hele aangename invulling en het heeft een breder perspectief dan welke u neerzet. Hoe zit het? Mevrouw ja. Kelder. Misschien hebt u wel gelijk, maar
Wij vinden, u bent een grote fractie en u kunt het werk onderling verdelen en praten, dat kunt u goed. Dank u wel. Voel zich uitgedaagd. Nou, nee, nou. Ik vond het een mooie bijdrage, maar goed, laat ik het zo zeggen. Ik zou het toch mooi vinden als u er gebruik van zou kunnen maken. Hè? Dat alle fracties dat zouden doen. Dus ik zou het toch willen uitdagen om voor te stellen. Akkoord, we gaan het straks zien. Fractie van het CDA, de heer Brink. Nou, voorzitter, ik had ook nog een vraag willen stellen. Maar goed, mevrouw Kelder zit weer en meneer Stelstra. Die heeft het gras van mijn voeten weggemaaid. Dus dat ga ik maar niet meer doen. Maar u zult begrijpen dat mede na de mooie woorden van meneer Boshoven. Het voor u geen verrassing zal zijn dat de fractie van het CDA van harte zal instemmen met het voorstel dat nu voor ligt aangaande de installatie van schaduwfractieleden bij oriënterende rondes. Soms is er sprake van parallelle oriënterende rondes. En door het instellen van schaduwfractieleden kunnen eenmansfracties hun stem laten klinken in beide vergaderingen en kunnen zij de werkdruk ook beter verdelen. Maar zoals ik in de oriënterende ronde ook al heb aangegeven, heeft het instellen van schaduwfractieleden niet alleen voordelen voor eenmansfracties. Door het instellen van schaduwfractieleden is het mogelijk dat potentiële raadsleden kunnen warm draaien voor een raadslidmaatschap en krijgen zij de waardering die ze verdienen. En daarnaast is het een heel mooi middel om leden die geïnteresseerd zijn in de politiek te betrekken bij de democratie. En volgens mij is dat ook een belangrijke manier hoe een democratie goed kan functioneren. Het CDA ziet dan ook uit naar de installatie en wij wensen de fractieleden die geïnstalleerd gaan worden nu alvast heel veel succes bij de uitvoering van hun werk. Dank u wel. Dank. Fractie van de ChristenUnie, de Stelstra. Ja, eigenlijk na de mooie woorden van de heer Boshoven hoef ik daar niks meer aan toe te voegen. Wij sluiten ons daar weer in. Het is een lang gekoesterde wens voor onze fractie. Akkoord. Anderen nog, de heer Jonkhans. Ja, wij vinden het een goed idee en we hebben daar de volgende reden voor. Meer mensen worden betrokken bij het, actief betrokken bij het raadswerk. Dat is, lijkt ons hartstikke goed. Soms zijn er twee oriënterende rondes tegelijk. Eenmansfracties kunnen op die manier toch bij beide rondes meedoen. En dit levert een betere discussie op, daar zijn we van overtuigd. Schaduwfractieleden kunnen ervaring opdoen in de raadzaal. Dat lijkt me ook het winst. En we denken dat hierdoor dus betere besluiten worden genomen. En maak gelijk maar even gebruik van de gelegenheid om ons schaduwfractie voor te stellen. Gilbert Hofzing. Dank u. Akkoord. Ja, u laat de reservebank nu al zien, zeg maar, aan de rand van het speelveld. Ja. Mooi. Anderen dacht ik niet, hè? Dan vergeet ik niemand. Nee, ook 50 plus niet. Daarmee wil ik eigenlijk voorstellen in stemming brengen. Kunt u instemmen met het voorstel om schaduwfractieleden te benoemen in deze gemeenteraad? Akkoord alle fracties met uitzondering van op koers.nu. Wordt graag de andere fracties in te stemmen met dit voorstel. Akkoord. Al dus bij meerderheid van stemmen besloten. Brengt ons bij agenda punt 9. Ingevoegd motie Steenbreek. Ik geef graag het woord aan de heer Boshoven om zijn motie toe te lichten. Ja, dank u wel, voorzitter. Motie Steenbreek, het klonk als een codewoord, hoorde ik net. Dat zal ik even wat toelichten. Dit gaat over een initiatief landelijk waar de provincie Overijssel zich nu heeft aangesloten. Wat er over gaat dat we de verstening van Nederland wat gaan tegen willen gaan. Heeft onder andere te maken met hittestress in de zomer door de warme zomers met veel plotselinge neerslag, waar er nog meer van zullen komen. Is het goed om enkele klimaatadaptieve maatregelen te nemen en ook voor de CO2-opslag en onze duurzaamheidsplannen is dit een initiatief wat hier heel goed binnen past. Binnen allerlei gemeenten die er al mee aan de slag zijn, zijn allerlei verschillende aanpakken mogelijk. Het is ook zeker de bedoeling dat er een Hardenbergse aanpak gaat komen. En ik heb vertrouwen in dat het college dat ook wel van plan is. Een voorbeeld van de gemeente Baarn heb ik hier. Die hebben een heel mooi informatieboekje gemaakt, waardoor het op een hele motiverende manier wordt gebracht. Een manier waarop mensen
geïnspireerd worden om wat te doen op klimaatadaptief beleid. En niet om met een vermanende blik naar de inwoners te kijken. En de stenen in achtertuinen en ook in het openbaar gebied trouwens tegen te willen gaan. Motie mede ingediend door de Partij van de Arbeid en 50PLUS. En ik zou graag een korte reactie van de wethouder nog horen over de inpasbaarheid in het Hardenbergse beleid. Akkoord, maar voordat we dat doen, kijk nog even rond in de raad of iemand vanuit een andere fractie nog wil reageren. Want u heeft steun al, zie ik, voor deze motie. Een groot aantal fracties. 50PLUS, mevrouw Schuur. Ik ben dankjewel, voorzitter. Ik ben vorige week benaderd door Romano in verband met deze motie. Dus ik heb me zin verdiept waar de motie om gaat. Ik vind het zelf een mooie preventieve aanvulling op het beleid wat op dit moment in gemeente Hardenberg wat hanteert. De inwoners van gemeente Hardenberg, maar ook bedrijven enthousiasmeren om de tuin te vergroenen. Maar vooral om de bewustwording. De bewustwording van hoe het de aankomende jaren met het weer eruit zal gaan zien. En wat voor consequenties het heeft met de verstening. Dus bij deze. Ja. Meneer Boshoven. Voorzitter, als ik daar kort even op mag aanvullen nog. Inderdaad, bedrijven, inwoners, maar ook wij als gemeente hebben hier een rol in te nemen. Akkoord. Ik kijk, dank u, want ik zie geen andere. Ja, ook koers per nu, mevrouw Kelder. Nog een reactie. Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben aangegeven bij Romano dat we zijn idee, zijn motie kunnen ondersteunen. Dus bij deze. Dat is mooi, dat is steun al. Ik kijk nog even in de richting van het college. De heer Torietstap, verantwoordelijk voor klimaat. Dergelijke om te kijken of het college met deze motie uit de voeten kan. Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt ook aan de heer Boshoven voor het indienen samen met de andere indieners. Zoals wij ook naar die motie kijken, en roept dat een hele praktische zin op, zeg maar. Klopt toch, of niet? Zeker. Ik ben enigszins verrast dat u portefeuillehouder bent. Ik had over een andere wethouder gerekend. Ik hoop niet dat het bij een verrassing blijft en niet een ongelofelijke teleurstelling is, maar u zult er even mee moeten doen. Maar getroost, het is een collegeverantwoordelijkheid. Ik zal even beginnen met waar het college wordt opgedragen. Mijn gewaardeerde collega Falco Bruisma zal ook naar die bijeenkomst gaan waar u op doelt. Daar zullen wij ambtelijk ook vertegenwoordigd zijn. En het roept dat een paar praktische zaken op. Daar zullen of wij nou dat symposium al aan te melden als lid van Opera R. Daar moeten we nog even kijken hoe we dat in ons bestaande beleid ook inpassen. Want ik kan ook wel zeggen, en zo ervaar ik het ook, zoals u het ook brengt, dat het echt wel een ondersteuning is van waar we ook mee bezig zijn. Hè. We zijn ook met onze samenwerkingspartners, ook vanuit de riolering, kijken we ernaar met onze waterketenpartners, andere gemeentes, hoe we juist met dit soort hele actuele opgaven om moeten gaan. Dus ik zou zeggen van, u draagt ons op, dat kan ik u al wel toezeggen. Hè. Het is aan u ook wat u dan met die motie doet. Maar ik zie het voor onszelf als college ook als een ondersteuning van het beleid waar wij op inzetten. Akkoord, dank. Mag ik de motie in stemming brengen? Kijk nog even naar de VVD-fractie, want ik constateer dat u de enige fractie bent op dit moment die zich niet heeft uitgesproken, maar niet voor of tegen. Maar we kunnen het voorstel gewoon in stemming brengen. Ja, het voorstel mag in stemming. En misschien dat ik er toch nog wat over mag zeggen, voorzitter. Voor ons zijn dit wel vanzelfsprekende zaken die van ons niet altijd als motie vreemd hier in de raad hoeven te komen. We zijn vanzelfsprekend voor. Toelichting van de wethouder geeft ook heel duidelijk aan dat even gezocht moet worden hoe dit binnen het bestaande beleid gaat passen. Daar kunnen wij ons prima in vinden, dus wat dat betreft kunnen wij ook meegaan. Akkoord, dank u wel. Daarmee zou ik wel willen voorstellen, dat is aan de indiener zelf, maar om de motie wel in stemming te brengen. Daar gaat u mee akkoord. Fijn, dank u wel. Het college heeft uitgesproken het echt ook als steun te zien, dus zo kunt u hem ook opvatten. Mag ik constateren dat alle aanwezige fracties hier akkoord zijn met het aannemen van deze motie Steenbreek. Dat is het geval. Daarmee is de motie werkelijkheid geworden en aangenomen. Al dus besloten. Naar agenda punt 10. En dat zijn de hamerstukken van vanavond voor deze raadsvergadering. Allereerst agenda punt 10. De kredietaanvraag voor klimaatrobuuste maatregelen in het Wilhelminaplein. Is behoefte aan een stemverklaring?
Dus in ieder geval, u kunt instemmen zoals u hier aanwezig bent met aannemen van dit raadsvoorstel kredietaanvraag. Dat is het geval. Akkoord, dank u wel. Agenda punt 11, vaststellen bestemmingsplan buitengebied Hardenberg-Vennenweg 17-17i Kollendoorn. Stemverklaring, niet het geval. U kunt instemmen met dit voorstel. Akkoord. Akkoord. Agenda punt 12. Vaststellen bestemmingsplan Balkbrug-Essenlaan 1 tot en met 7. Balkbrug. Geen stemverklaring nodig. Ik zie dat u akkoord kunt gaan met dit voorstel. Akkoord. Daarmee is ook dit voorstel aangenomen. En komen wij toe aan agenda punt 13. De rondvraag van deze raadsvergadering. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Mevrouw Soeten. Dank u wel, voorzitter. Namens de CDA-fractie wil ik u graag vragen over het volgende. In de staatskrant van 20 juli 2018 is aangekondigd dat het ministerie van VWS met ingang van 2019 jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar stelt van 87 miljoen euro voor sportorganisaties die willen investeren in accommodatie en het behoud daarvan. Met als doel dat deze subsidiesport betaalbaar houdt. Door deze subsidie is het geen gemeentelijke verantwoordelijkheid meer. Echter vraagt de CDA zich af of sportclubs voldoende op de hoogte zijn van deze subsidie. Het CDA vraagt zich af of het college op de hoogte is van deze regeling en of men bereid is sportclubs op korte termijn actief te informeren. Dank voor uw vraag. De vraag over de sportsubsidies en naar de wethouder sport, de heer Breukman. Dank voor de vraag. Aangaande het sportbesluit, want daar hebben we het over. U vraagt eigenlijk of sportverenigingen voldoende op de hoogte zijn van datgene wat gaat komen. Daarin ook zeg maar, de btw-perikelen die ook in het fonds terugkomen. Vandaag is dat uiteindelijk bij Prinsjesdag toch een definitief kader gekregen. We hebben lang gewacht wat dat betreft. Het zou eerst voor de zomer komen. Toen werd het juli, augustus, maar nu hebben we eindelijk helder waar het dan ongeveer op uitkomt. We hebben al wel op voorhand verenigingen uitgenodigd. Dat gaat gebeuren op 26 september. Om hen daarover te informeren, over wat het nou betekent en waar nou kunnen we misschien ergens ondersteunen in de aanvraag van subsidies. Ik heb wel even opgevraagd hoeveel verenigingen hebben zich nou daarvoor aangemeld. Het is iets wat vanuit de bestuursdienst zeg maar, georganiseerd wordt voor nu nog beide gemeenten. Er hebben zich 16 verenigingen gemeld, zag ik. Dat is vond ik zelf wel wat matig, zou ik maar zeggen, als je het gebied bekijkt. Daarom wel gevraagd om dat nog eens onder de aandacht te brengen en om sowieso het verslag van die avond toe te zenden naar alle in onze gemeente actief zijnde sportverenigingen. En ik heb zelf rondom dit onderwerp geloof over een week of twee een afspraak met de regioadviseur van de vereniging Sport en Gemeente. Om eens even heel helder te krijgen wat nou de gevolgen zijn, zeg maar. Dat is oké. Akkoord. Voldoende, mevrouw Soeten. Dat is het geval. Dank aan de wethouder ook voor de toelichting. Andere punten nog voor de rondvraag? Dat is niet het geval. Dan kom ik bij het laatste agendapunt van deze avond. Sluiting van de raadsvergadering van dinsdag 18 september. Ik sluit de vergadering. Dank voor uw inbreng. Stel voor dat we over 5 minuten verder gaan met de oriënterende ronde. De vergadering is gesloten.